En dan gaan we natuurlijk nog een rondje door de Market Dome maken. Gelijk al rechts zit Fuego, het grillrestaurant. Zometeen zien we dat ook van binnen. Dan gaan we door de draaideuren. Het is nu etenstijd, dus de restaurants zullen wel vol zitten. Dan komen we binnen. Gelijk hier aan de linkerkant de Daily Food Store supermarktje. En gaan we verder. De Shop and Smile. Ingang van Fuego. Goed restaurant altijd. Vind het leuk om daar te eten. Dan lopen we verder. We kunnen hier twee kanten op. We kunnen de brug op. Of we gaan linksaf, dat gaan we doen, langs de Shoppers Mall af. Dan komen we ook gelijk langs een vijver met veel vissen, flamingo's en schildpadden. Nee, jullie horen al, de papegaaien. Mooie vijver dan. En laten we verder gaan. De vijver is groot, er zitten ook nog wat eentjes. Dan gaan we verder hier aan de linkerkant. De Monast. Hier hebben we een bordje met alles wat hier te doen is. Nou, laten we een rondje maken. Aan deze kant zit Evergreens. Het is erg druk hier. Dan maken we eventjes gebruik van een tussendoor. Komen we uit bij het podium. Op dit moment is er niks. Evergreens dus aan die kant. Een Grand Café. Aan deze kant heb je ook een uitgang. Hier heb je Today's. Dat is iets wat ik nog niet zo heel vaak heb gezien op de Central Parks. En aan deze kant nog de Fiets Affairs. Nou, die zit nagenoeg overal. Dus in. Gaan we weer het brugje over. Er zijn een aantal stafstenen, wat beelden. Doorgaan. En dan komen we bij een ander gedeelte van de Shop and Smile. Aan deze kant op de gate aan. Aquamundo ingang. Infodesk nog. En aan de andere kant kan je activiteiten reserveren. En de Action Factory. En heel even naar binnen om te kijken. Wandelwagenstalling, maar dit is eigenlijk een Action Factory met een grote midget golfbaan. Achterin hebben we ook nog wat springkussens. En van die kleine autootjes, minicars. Er is geen Baluba. Een soort botsbootjes. En nog gewoon wat sportvelden. Daar is Central Parks natuurlijk mee begonnen. En achterin zitten Nature en Spa. Nou, wij gaan weer verder. Gaan de Action Factory weer uit. Als je binnen wilt golven, is dit een leuke golfbaan. Voor de kinderen is er ook nog een bowlingbaan aangelegd. Voor de rest is hier
niet zo heel veel te zien. Kids Club zit ook binnen. Hij heeft buiten ook nog een gedeelte met een soort moestuin. Alles hier in het piratenthema. En we gaan weer door. We hebben het net al gezien. Ingang van de Aquamundo. Dat hebben we natuurlijk net van binnen gezien. Super mooie vijvers, ook veel vijvers. Geeft wel echt een sfeertje dit hoor. Echt een goed begroeide market dome dit. Daar kwamen we net vandaan. Nou, als we recht doorgaan en dan komen we bij het kruispunt weer uit. En van hier is daar. Wij gaan hier links af, zodat we de rest van de Market Dome ook kunnen bekijken. Trapje op, boven heb je ook nog een bar zitten met uitzicht op de Aquamundo. Een biljarttafels. Food and drinks. Hele mooie bar. Met het uitzicht hier op de Aquamundo. Hier achterin zit ook de volwassen bowlingbanen. Ga even hier deze kant weer naar beneden. Lekker stijl hier. Dan zien we aan deze kant nog enkele bruggen over het water. Mooi uitzichtpuntje. En daar staan nog twee flamingo's. Grote vissen. Een aantal eendjes. Schildpadden. Padden. Schildpadden. Lekker sfeervol hoor dit. Mooie en grote Market Dome. En dan hebben we een rondje gelopen. Dan zijn we weer bij Fuego en bij de Daily Food Store. Die is op dit moment aan het afsluiten. Mooie grote winkel ook. En dan gaan we weer naar buiten.